De verkeerslichten op de hoek van de Slangenhoutstraat en de Van het Hogeruitstraat zijn vanaf zaterdag 13 april in werking. Het Nationaal Informatieinstituut heeft een gesprek met de heer Henk Wip. Hij geeft ons een update over de werking van deze verkeerslichten. De verkeerslichten zijn in werking getreden op zaterdag 13 april. De eerste werkdag maandag 15 april. We hebben hier oriëntatie gedaan en natuurlijk was het de eerste werkdag na de openstelling van de nieuwe verkeerssituatie. En het verkeer moest nog wennen aan de situatie. Wat we wel hebben waargenomen is dat er wel redelijk veel verkeer komt vanuit de nieuwe brug, vanuit de Churchillweg richting de Slangenhoutstraat naar het kruispunt toe. Meteen na de 15 april begonnen de schoolvakanties, waardoor we een andere verkeerssituatie kregen met minder verkeer. Wij hebben afspraken met de politie hierover, de politie die monitoren, maar wij zijn ook dagelijks in het veld om te monitoren. Maar wij gaan in elk geval na 6 mei, wanneer de scholen weer zijn begonnen en het verkeer wat drukker is geworden, gaan wij wat zaken hier doen aan het verkeerslicht om dan wat effectiever in te stellen. In deze periode is het wat rustiger, dus het is moeilijk om nu in te stellen. Maar de komende periode zullen we daar nog even aan werken. Voor de nieuwe situatie was nog niet bekend welke stroom verkeer wij konden verwachten vanuit de nieuwe brug. En uit de waarnemingen ter plaatse kunnen wij dat nu wel zien. En op basis van die waarnemingen kunnen we nog wat aanpassingen doen aan de instelling van het verkeerslicht. Dus dat zijn de zaken die we nog willen doen. Er zijn verschillende reacties. Er zijn een aantal mensen die dat positief vinden. Er zijn wat mensen die zeggen, ja oké, okay, het zorgt wel wat voor rijvorming, filevorming. En wat ik altijd meegeef, is dat het verkeerslicht in principe niet geplaatst is voor het oplossen van het verkeersprobleem, van het fileprobleem, maar puur voor het regelen van het verkeer op het kruispunt. En dat is noodzakelijk omdat we nu vanuit de brug de Slangenhoutstraat ook verkeer krijgen. Als we hier geen verkeerslicht hadden geplaatst, zouden we hier nog een chaotische situatie krijgen op het kruispunt. Dus dat is de reden van het verkeerslicht. Natuurlijk moeten we kijken hoe de totale verkeerssituatie zich verhoudt ten opzichte van de oude situatie. En dat we geen nieuwe situaties krijgen waarbij het verkeer gaat stremmen. En daar zullen we de komende tijd ook naar kijken van wat er nog meer gedaan moet worden om dat op te lossen. Er zijn een aantal mogelijkheden, dus daar gaan we aan werken. Maar de intentie is wel om zoveel als mogelijk de doorstroming en de afwikkeling te bevorderen. Het bord dat daar staat geeft in feite de onderdoorrijhoogte aan. De maximale hoogte van asfalt tot onderkant van de constructie is 5 meter. Maar de doorrijhoogte om er onderdoor te rijden is maximaal 4,6 meter. En we vragen ook aan de weggebruikers en de vrachtwagenchauffeur om daar rekening mee te houden dat hun lading niet hoger is dan 4,60 meter wanneer hij hier onderdoor wil rijden. Wettelijk is de maximale hoogte van een voertuig inclusief lading gesteld op 3,80 meter. Wij houden rekening met vrachtwagens en vrachtverkeer met een hogere lading. Dat ze hier ook nog onderdoor kunnen rijden. Dus dat systeem is in principe niet laag. Bij het plaatsen van de constructie hebben we ook rekening moeten houden met de hoogspanningsmasten die hier lopen. Omdat je conform de richtlijnen van de EBS moet je een minimale ruimte zijn tussen de hoogspanningsbedrading en het object dat daaronder hangt. Er is verkeer dat gaat van het noorden richting de Beekhuizenbrug. En we merken ook dat dat verkeer vrij veel is, of dat verkeer ook toeneemt. Er komt vanuit het zuiden ook veel verkeer van die kant op. En we moeten dat de komende tijd blijven monitoren en kijken hoe we dat kunnen aanscherpen om de afwikkeling van het verkeer te bevorderen. Komend weekend, het weekend van zaterdag 27 april en zondag 28 april, zullen aan de Van het Hogeruitstraat werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de oude brug over het Saramaca-kanaal, Saramaca-doorsteek. Daar zullen wij de betonnen liggers, de betonnen palen die daar liggen op de weg, zowel aan de noordelijke zijde en aan de zuidelijke zijde ter hoogte van de toekomstweg, zullen wij die liggers verwijderen. Er komen daar in de plaats komen de scheidingsbanden, die zijn lager, die worden lager aangebracht. En er komen ook rumbestrips op de weg. De bedoeling is dat dat het verkeer omgeleid zal worden. We vragen de gemeenschap om daar rekening mee te houden en wij willen de liggers vervangen om banden te plaatsen die wat lager zijn en makkelijker waarneembaar zijn.
De werkzaamheden zullen in het weekend, dit weekend van 27 en 28 april, worden uitgevoerd. Er is een bekendmaking en ik wil de mensen vragen om de berichten te volgen via de media. Nou, die banden zijn van belang om het verkeer te geleiden. Omdat we hier nabij de brug hebben wij lichten aangebracht. Dat zijn spitsstrooklichten. Die worden aangegeven door middel van een groene pijl die naar beneden wijst en een rode kruis. En wat we doen is dat meneer tijdens de piektijden dat we het verkeer om en om gebruik laten maken van de middenstrook. En als de piek komt vanuit het zuiden, dan heeft het zuiden naar het noorden twee rijstroken. En als die piek andersom is van het noorden naar het zuiden, dan heeft het noorden twee rijstroken naar het zuiden. Meneer Webb, onlangs op de hoek van de Ringweg en de Charlesburgweg heeft er zich ook een calamiteit afgespeeld ten aanzien van het verkeerslicht. Hoe zijn jullie met die situatie omgegaan? Nou, wat er gebeurd is dat een vrachtwagen, een van de lichtbakken, heeft aangereden en dat de lichtbak is compleet stuk gereden. Waardoor dat licht ontbrak op het kruispunt. Dat is in het paasweekend gebeurd. En de eerste werkdag van deze week, dat was dinsdag, hebben wij met mensen contact gemaakt met de politie Meunde om die lichtbak op te halen. Nou, we hebben nadien die lichtbak is stuk, dus we hebben een andere lichtbak moeten plaatsen. Dat is ondertussen geplaatst en het verkeerslicht werkt nu weer normaal. Wat onze procedure is dat wij bij de desbetreffende politiebureau of resort navraag doen om trend te veroorzaken. En wij krijgen van de politie zo een procesverbaal. En met dat procesverbaal maken wij een schaderapportage op, schadecalculatie. En dat sturen we naar de verzekeringsmaatschappij van de bestuurder waar die verzekerd is. Om op die manier dan weer het geld terug te krijgen. Je moet nagaan dat de apparatuur en de onderdelen van de verkeersregelinstallatie niet in Suriname verkrijgbaar zijn. Dus er komt altijd een buitenlands component bij kijken. Er is altijd een dollarbedrag of een eurobedrag. En dat kunnen heel hoge bedragen zijn. En we hebben enorm veel schade. En het lastige is dat je die schade soms moeilijk kan verhalen. Maar je zit wel met een systeem dat zo snel mogelijk weer in werking moet. Elke bestuurder kent zijn of haar voertuig. En vooral de vrachtwagens, die weten welke box ze moeten beschrijven. Ze weten, ze zien ook waar de apparatuur staat, waar de masten staan. Dat men voldoende ruimte neemt om de bocht te beschrijven. Maar ook wanneer men een kruispunt nadert, dan men ook vaart minder. Dat is ook wettelijk zo aangegeven. We zien vaak dat mensen met hoge snelheden kruispunten passeren, waardoor er aanrijdingen ontstaan, maar vaak ook eenzijdige aanrijdingen, ongevallen. En eenzijdig ongevallen is een ongeval waarbij er geen ander voertuig bij betrokken is, dat iemand tegen een mast aankomt of over de kop gaat of in de trends belandt. En dat is te wijten aan roekeloos rijgedrag. En die oproep wil ik doen aan de mensen. Als we kijken naar de afgelopen periode, de ongevallen die zich hebben voorgedaan, met dodelijke afloop, met letsel, met schade, is enorm. En we moeten ons gedrag gaan veranderen in het verkeer en niet wachten op de politie of het ministerie. Maar dat we bij onszelf beginnen om in elk geval de veiligheid van onszelf te garanderen en van onze medeweggebruikers.